mensen het kunnen zien. De halve intratuin groeit op mijn gezicht inmiddels. Dat is niet iets wat me bij elke fotoshoot gebeurt. Het schijnt ook dat het er nooit meer af kan, dus ik moet gewoon slijten. Maar al met al, als ik de resultaten zie, denk ik, nou, dit was wel echt een hele toffe shoot. Geef ik mezelf makkelijk bloot? Nou, als in geen kleding aan, dat vind ik niet zo moeilijk. Ik bedoel, we hebben allemaal naki, tenminste, dat heb ik begrepen. Als je het niet over fysiek naakt hebt, maar gewoon hoe dichtbij laat je onbekende mensen komen? Nee, dan niet. Dat is voor een klein select groepje mensen. Een klein select groepje mensen. Je hebt dus eerst een select groepje mensen en daar weer een klein groepje van. Dat is klein hoor. Wat wel zo is, is dat ik ga natuurlijk wel op elke foto mijn buik extra inhouden. En dan denken mensen als ze de foto zien, oh, is dat met inhouden? Ja, dat is al met inhouden. Ja. Als je zelf wat te zeggen hebt, dan stuur maar foto's van je eigen buik. Gaan we eens kijken hoe goed dat eruit ziet. Volgende vraag. Ieder mens heeft denk ik onzekerheden. En nou zijn vele leden van mijn familie gezegend met een niet zo kleine neus. Kijk maar even al profiel. Ja. Ja, kijk, andere kant. Ja, het is gewoon best wel een neus. Als je dan van heel close-up foto's voor hem maakt, dan is er, als je zo'n Boeing van heel dichtbij ziet, dan denk je, oh, het is eigenlijk alleen maar neus. Nou, dat hou je dan ook een beetje bij mij over. Maar ik zou hem niet anders willen. Dan ben je geen echte Versteeg meer. Versteeg heeft een goede gok.